Pap, ik vond het eigenlijk altijd heel erg als iemand zei, je hebt het zeker met de paplepel ingegoten gekregen. Maar ja, Thierry Brinkman, aanvoerder van het Nederlands hockeyteam, die zal toch die Olympische genen met de paplepel ingegoten hebben gekregen. Zeker. Zijn moeder Jacqueline kon een aardig balletje slaan, maar vader Jacques, die heeft al 3 Olympische medailles. 2 keer goud en 1 keer brons. En ik denk dat Thierry dat ook wel zou willen. Ja, maar van wie heeft hij nou de echte Olympische genen? Gaan ze vragen. Krijgt hij de beginselen van het hockey onmiddellijk van jou aangeleerd? Nou, kinderen moet je nooit pushen, maar het lijkt me toch wel leuk om later langs het hockeyveld te staan om te zien schitteren op het hockeyveld. Ja? Ja, dat lijkt me wel mooi. Jij denkt over 20 jaar Thierry Brinkman is een Nederlands elftalspeler? Ja, ik heb het idee dat hij meer talent heeft dan zijn vader. Ligt hier nou de basis van de successen van de kinderen? Nou ja, ik vond het wel, en zij trouwens ook, maar als je ze met de paplepel ingiet, dan komt het wel. Ja, toen ze 1-2 waren ze hier al aan het spelen. En ja. Ik zeg wel eens, mijn werkzame leven is pas begonnen nadat de kinderen het huis uitgaan. Want ik was hier gewoon altijd met de kinderen aan het spelen. Heerlijk. En was het alleen spelen of keek je stiekem ook wel van, nou, zie je veel talent? Nou, eigenlijk niet op die manier, maar we maakten er altijd wel toernooitjes van. Hè? Dus dan zag ik ze over tennis, 2 keer over tennis, dat is niks. Jongens, het Europees record is 50, het wereldrecord is 200 en het Olympisch record 1000. Dat zat er wel heel jong in en ik vond dat kicken. En soms zeiden ze, pap, ik heb last van mijn pols. Niet zeurt hoor, het begin was er nog tennis en dat soort dingen. Gewoon door, jongen. Ja, nee, dat was echt... En wat voor moeder daarvan? Ja, ik kon er eigenlijk alleen maar om lachen. Ja. Ja, ik vond het alleen maar hilarisch. Het was niet zo dat je zei, Jacques, hou eens op? Ja, soms natuurlijk wel. Want dan ging, ja, hij werd op een gegeven moment enthousiaster dan de kinderen. Want op een gegeven moment waren ze wel moe. Maar nee, ja, ze vonden ook wel echt alles leuk. Want ja. Jullie hebben 3 sportieve kinderen. Ja. Die het alle 3 hartstikke goed hebben gedaan. Tim natuurlijk met voetbal. Ja. Jullie ook hockey. Ja. Zit dat nou in de genen? Of is dat ook doordat je het hier gewoon heel veel hebt gedaan en op die manier hebt aangewakkerd? Het zal toch echt wel een combinatie zijn, denk ik. We zijn wel allebei echt sportief en we vinden het ook leuk. Je hebt ook al veel gehockeyd? Ja, niet. Kijk, ik val natuurlijk volledig in het niet bij alles wat hier rondloopt. Ik heb wel 1 record, denk ik, met het meeste interlands kijken. Dat halen ze niet in, denk ik. Toen Thierry net geboren, maakte ik een grapje. Toen zei ik meteen, nou, die heeft meer talent dan zijn vader. Maar aan de andere kant, hij heeft er dus echt de top gehaald. Hè? En dat creëer je niet als oud. Dat zit er wel in. Brinkman, bijen voor de goal, bijen voor de goal. En hij gaat erin via de keeper. Brinkman krijgt hem op zijn naam. Maar als jij Thierry dan ziet hockeyen, zie je dan ook Jacques daarin terug? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik vind ze echt wel totaal anders. Ik zie natuurlijk wel bepaalde karaktertrekken. Wat zij bijvoorbeeld allebei echt heel erg... Het zijn allebei trainingsbeesten. Zij vinden trainen leuk. En iedere keer bijleren, meer. Dat heeft Thierry wel echt hetzelfde als Jacques. Is het spannender om naar je kind te kijken dan dat je zelf een interland speelt? Ja, veel spannender. Ja. Je hebt nul invloed. Ja. Nee, het is veel spannender. En je hoopt het allerbeste voor je kind. Hè. Dat is het toch het mooiste. Dus ja, dat is gewoon super spannend. En zelf besef je niet. Ik besef soms nu wel dat mijn ouders dat ook meegemaakt hebben en hoe mooi dat is. En wij bonden eigenlijk alles. En dat is helemaal prachtig. Ja. Dat is altijd leuk. Thierry is de aanvoerder van het Nederlandse mannenteam. Is hij ook de aanvoerder hier in het gezin een beetje? Ook met zijn broer en zijn zus? Thierry is heel zorgzaam. Hij is heel lief. Hij heeft echt oog voor anderen en zeker ook voor zijn broer en nog meer voor zijn zusje. Want dat is dan toch zijn kleine zusje. Maar hij is wel, degene die... de oudste. Hij is echt een oudste. Ja. Heb jij dat bijvoorbeeld ook bij Thierry gezien? Dat op een gegeven moment druk gaf? Zoon van in dezelfde hockeywereld? Nee. Ik denk ook eigenlijk niet dat hij dat zo ervaren heeft. Jacques is ook eigenlijk, die heeft natuurlijk wel al die prijzen in de kast. Maar Jacques is eigenlijk ook wel, bescheidenheid heeft Thierry misschien ook wel van hem. Maar we hebben het eigenlijk nooit over prijzen en medailles gehad. Dus die druk is er nooit geweest. Komt erdoor, Pruiser, Brinkman is mee en hij maakt er 2-0 van. Wat een verdedigende fout van Duitsland. En nu is het zo dat ik gewoon de vader van ben. Dat vind ik ook heerlijk. Dus ik ben ook de vader van. Ja, ja. Hij bent, dat is toch mooi. Vroeger was hij inderdaad de zoon van. En nu, ik vind dat top. Dus dat gaat heel natuurlijk. Heel apart, maar het gaat natuurlijk. Ja, het gaat zo. Ik ben de vader van Carly tegenwoordig. Ja. Hoe leuk is dat? Ja. Heb jij wel eens gehockeyd? Ik heb het wel eens geprobeerd. Ik heb wel eens een stick in handen gehad, maar ik denk niet dat ik het nog kan. Heb je balgevoel? Ja. Kijk, dat gaan we testen. Zijn heel zelfverzekerd.
Oké. Okay. Zijn apels tegen de drinkmannetjes? Sjoerd, op papa sta je! Nee! Oké, 1-0. Yes! Ja! Lekker hoor! Poorten! Oh, we worden helemaal... Yeah! Yeah! Mooi! Is het altijd leuk om ouders te zijn van een topsporter? Of is het ook wel eens minder leuk? Ja, ik vind het eigenlijk altijd leuk, ja. Ik zit nou te kijken of ik daar iets anders op zou kunnen antwoorden. Maar daar moet ik geloof ik niet naar gaan zoeken als het er niet is, hè? Nee, ik vind het echt heel leuk. Ik vind het echt zo ontzettend leuk. Nou, en ik wil je wel helpen. Je hebt als geroepen klote topsport. Nou, als je nog had. Nou ja, selecties. Dat is waar. Zeg maar, je hebt ook wel eens teleurstelling te maken. Ook Thierry, bijvoorbeeld, ging niet mee naar de Olympische Spelen 2016. Je moet je er toch aan aanpassen. Het is een soort commitment. En dat is niet zo van, ja, we hebben een verjaardag of we hebben dit. In het begin moest de familie ook wel eens aan wennen. Ja, maar we zeggen nu vast dat we een familiereunie hebben over 5 jaar. Ja, zolang ik hockey, kan je het 5 jaar van tevoren plannen. Nou ja, papa wilde mij beschermen tegen het wereldje. Ik vond niet dat jij de televisiewereld in moest. Dat vond ik een harde wereld. Ja. En de topsportwereld is ook een harde wereld. Maar goed, jij hebt je weg gevonden. En Thierry dus ook. Ja. Je hebt nooit gedacht van, doe maar niet die topsport. Want het is ook een keerzijde. Ik vind het, natuurlijk heeft het ook een keerzijde. Maar ik vind het ook vormend. En de keerzijde in het leven gaat het ook nooit in één rechte lijn omhoog. Je hebt te maken met tegenslag. Dat is juist, vind ik, in de sport heel mooie tegenslag. Want ja, het is het ergste wat er is. Hè. Mm-hmm. Dus het is tegenslag, vind ik, waar je wel goed mee kan omgaan. Topsport is ook een beetje dit, hè? Hij is wel echt, ja, hij is echt extreem gefocust, ja. En dat, ja, daarom komt hij ook zo ver. Maar ja, je talent is vaak ook je valkuil. Nee. Gaan jullie nu straks richting Parijs gespannen of ontspannen daar naartoe? We beginnen ontspannen, want we gaan een paar dagen van tevoren al. Dus dat is heel ontspannen. En ik heb me ook proberen voor te nemen, in ieder geval die poolwedstrijden gewoon te genieten. En maar dan is die kwartfinale, als ze die pool doorkomen, ja, dat is de wedstrijd van de afgelopen 4 jaar. Moet ook oppassen dat je er zelf weer niet te veel druk oplegt. Maar ja, dat is dan in 60 minuten is het, is de ene kant op de andere kant. Zitten jullie naast elkaar op de tribune? Ja, we kunnen prima naast elkaar zitten. Nee, je hoeft rustig te houden van hou je mond, Jacques, of zo? Nee. Ik denk dat het misschien eerder andersom is. Misschien wel, denk ik. Ik vind het wel eens best wel eens vervelend dat ik zo fanatiek ben dat ik het best lastig los kan laten. Het Olympische dat kan hij beter, hoor. Stel die Olympische medaille is binnen, van welke kleur dan ook. Gaan dan alle remmen los? Alle remmen los. Je zult mij niet dronken zien, maar we gaan wel een feestje bouwen. Ja, ik denk wel dat dat het absoluut... je gunt het, dat eigenlijk het hele elftal, want die hele generatie nu... Je gunt het vooral Thierry. En tuurlijk gun ik het Thierry ook. Dat is dan is eigenlijk tussen haakjes zijn carrière, als je het zo mooi werd, geslaagd. Rond, ja, dan, dat een Olympische medaille is het hoogst haalbare in de sport. Dus ja, dat... Ik hoop ook echt dat hij daar dan zelf ook echt tevreden mee is. Dat hij niet zo zichzelf de lat zo hoog legt dat eigenlijk alleen maar goud mooi is. Ben je daar bang voor? Nou, hij is wel zo, wat ik zeg, hij heeft ergens standen ingezet. Ja. Hè? En dat is natuurlijk, je gaat voor goud en niet voor iets anders. Maar ik hoop dat hij echt heel blij is met een medaille, als hij dat mag hebben. Dat is wel dat we huilend op de tribune zijn. Dat denk ik ook. Tuurlijk. Ja. Zo, pap. Ja. Dat is wel overduidelijk, hè? Die Olympische genen, in ieder geval de sportgenen stromen door dit gezin. Ja, van vader en moeder allebei, hè? Ja, jongen, ik zou die Thierry zo gunnen dat hij een Olympische medaille haalt. Dat hij eindelijk tegen zijn vader, die er al 3 heeft, kan zeggen van... Ik heb hem ook. Ik heb er ook een, pa. Hè? En leuk. Ook goud. Dat zou mooi zijn, mooi, hè? Mooi. Ja. Gaat wel lukken, toch?